Dit is het Limburgse wielershirt. 12.400 euro. Wow. En dat bedrag heeft het opgeleverd voor de Limburgse wielerclubs. Die financiële steun kunnen ze goed gebruiken. Er wordt meer gefietst tijdens de corona, maar niet altijd bij de clubs. Er zijn natuurlijk een hele hoop leden die, ja, we kunnen weinig activiteiten aanbieden. En dan zeggen ze van, nou, we wachten wel even tot jullie weer activiteiten gaan ondernemen. Dan gaan we weer lid worden, ja. Er zijn wel initiatieven om weer toch iets van kleine wedstrijdjes te organiseren. Het aantrekkelijker maken voor de jeugd. We zijn een clubhuis aan het bouwen op het park. Het is altijd belangrijk dat er weer aanwas komt. En zeker ook als je kijkt naar prestatiesport en de koppeling daartussen. Hè, je moet gewoon een brede piramide hebben. Dus veel breed aan de onderkant. En die kan doorontwikkelen. En dan hoop ik dat er de komende Teunissen, Dumoulin of een andere wielrenner bij zit. Misschien heeft die toekomstige kampioen dan gebruik gemaakt van een leenfiets van Cycling Team Limburg. De Venlose Wielerclub heeft de afgelopen periode hierin fors geïnvesteerd. Liefst 30 leenfietsen staan in het clubgebouw. Een wielrenfiets of een mountainbike is nogal erg duur. En als ze dan na 3 maanden zeggen van ja papa, mama, ik vind het toch niet zo leuk, zit je met een fiets te kijken. Die aanpak werkt en levert regelmatig nieuwe leden op die dan jarenlang bij de club blijven. We zien toch een gestage groei. We hebben daar ook een speciaal plan voor opgezet. In de basis voor junioren nieuwelingen, dat is zeg maar van 14 tot en met 17. Daar leggen we wat de nadruk op de komende 3 jaar. Om te kijken of we daar het aantal leden kunnen verdrievoudigen. En dat doen we dan inderdaad met name door ons vlaggenschip, zeg maar de renners die al wedstrijden rijden, een goed programma te bieden, een optimale begeleiding te geven, het vakkundige trainers te laten werken, er worden schema's gemaakt. We hebben al die jongens en meisjes een inspanningtest laten doen. En op die manier maken we het zo aantrekkelijk mogelijk. Allemaal erg aanlokkelijk. Maar toch leggen ze de jeugdigrenners niet volledig in de watten. De trainer, poetst hij jouw fiets ook? Nee, dat moet ik zelf doen.